Dient uh, John de Jong uh, achteraf een standbeeld bij PSV, denk je, of niet? Dat denk ik wel, hè? Ik bedoel ja, uh, ik denk dat die marktwaarde van ga uh, met vandaag weer met zijn doelpunten, uh, weer weer met een miljoentje of uh, tien, vijftien omhoog gaan. Welkom bij Leeuwen, het WK-programma van Voetbalzone over Nederland en Marokko. En vandaag gaan we het hebben over de Oranje Leeuwen. Naar aanleiding van de wedstrijd nederland ecuador die geëindigd is in 1-1. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ik heb daar weer voor twee analisten. Um, voormalig voetbalavonturier en eigenaar van Scorelit, Jos Hoijveld. En zaakwaarnemer en viervoudig international Galicie Ook voetbalavonturier erbij, door je? Ook voetbalavonturier, ja, ja, zeker. denk dat Ik denk een clubje of elf heb gehad. Ik denk net zoveel, net zoveel als jij. Hè? Ja, ja in 12. <laughs> ja. Laten we bij het begin beginnen. De, de opstelling Jos, kon die je bekoren vandaag? Uh, nou, daar wil ik een klein uh, detail. Daar vond ik heel mooi wat de licht zegt. Die cijfert zichzelf weg. In de, in, in de wereld van de grote ego's cijfert hij zichzelf weg. Zegt hij dat een ander het beter kan doen. En die heeft dat heeft hij laten zien vandaag, natuurlijk. Uh, Timber heeft dat in de eerste helft begon hij zeer sterk. Uh, tweede helft uh, cruciale momenten dat hij er niet helemaal was. Maar uh, verder, ja. Uh, mijn man Depay was er natuurlijk nog net niet. Dat had ik wel verwacht. Ik dacht uh, 30, 60, 90. We zien dat hij uh, uiteindelijk uh, 45 heeft gedaan. Um, verder kon het mij uh, niet helemaal bekoren. Ik had uh, misschien nog niet begonnen met Koopmijnders. Uh, ik had de uh, drone daar dan uh, gezet. Maar uh, verder ja. Ja, heb ik er ook niet heel veel over nagedacht. Maar best oké. Okay. Ja, uh, Timber noem je eventjes. Die leed het balverlies waar de, de, de gelijkmaker uit kwam. Is het een verbetering ten opzichte van de licht, en zeker in zijn huidige vorm? Nee, ik vond, ik vond de hele wedstrijd, ik vond alles een beetje matig, zal ik eerlijk zeggen. Maar goed, uh, het staat gewoon niet goed. Je ziet gewoon dat er geen chemie uh, geen, uh, ja, is tussen de spelers. En dat ontbrak vorige wedstrijd ook. Uh, die speelt eigenlijk met, met drie centrale verdedigers tegen één spits. En, uh, en Frenkie de Jong die terugzakt, die ook nog eens... Uh, uh, als ze als centrale de bal komt ophalen. Ja, en uh, geen aansluiting. Een beetje los zand. En het baart me toch zorgen, want uh, ja, uh, uiteindelijk... je moet wel ook het spel kunnen maken en uh, kansen kunnen creëren. Ik geloof dat we eerst zelf nul kansen hebben gecreëerd. Eén kans doelpunt, hè? Ja. Toch? Ja, jij zei ook tijdens de wedstrijd dat Blind en Dumfries niet thuis gaven. En dat zijn natuurlijk juist de wingbacks die in het systeem centraal zouden moeten staan. Zo. Ja, klopt. Ik denk dat ik uh, uh, met, met, met Turven... Heb ik op een gegeven moment heb ik opgehouden, ben ik opgehouden. Maar uh, ja, Blind die speelde meer terug dan dat hij vooruit speelde. Kijk, als jij gaat spelen met, uh, noem het even, uh, 3-5-2, uh, wat heel vaak een 5-3-2 wordt. Um, en, en, en Blind en Dumfries die geven niet thuis. Nou ja, geven niet thuis, dat deed Ecuador gewoon heel goed. Die hadden daar een goed antwoord op. Zij kwamen niet in de ruimtes waar zij uh, beslissende pasen konden geven. Ja, dan houdt het op een gegeven moment wel op qua creativiteit, weet je dan. Uh, ja, dan, dan moet dat echt, echt door, door het centrum komen. Nou, daar stonden er ook genoeg van Ecuador, dus dat werd wel, uh, dat werd wel even wat lastig. Ja, vooraf hadden we misschien of gedacht dat uh, Nederland dominant zou zijn in het veldspel. Dat was niet echt aan de orde, denk ik. Nee, maar goed, dat spreekt voor zich. Die jongens zijn ook helemaal niet gewend om in 3-5-7 te spelen. Door, uh, uh, wij Nederlanders, uh, Nederlandse spelers spelen ons hele leven 4-3-3. Buitenspelers, in vaste positie. En ook uh, als het gaat om uh, positiespel, weten we ook hoe we, wat we moeten doen. Hè? In, in balbezit maar ook in balverlies. En dat ontbreekt gewoon volledig. Niet alleen deze wedstrijd, maar vorige wedstrijd ook. En dat, uh, dat is een beetje eigenlijk, ik zei het ook net, hè? Ik, ik noem het eigenlijk on-Louis uh, van Gaal. Het is niet het Louis van filosofie, want ik heb natuurlijk Louis meegemaakt bij AZ. Ik denk dat Louis gewoon nu bezig is om uh, ja, een systeem uh, te spelen. die uitstekend zou renderen tegen grote ploegen. Want ja, uh, ik denk dat Nederland kwalitatief. Uh, toch onderdoet onder voor ploegen als Brazilië en uh, Frankrijk. En waarin dan uh, ja, vooral verdedigend het goed moet staan. en in de counter ja, daar moet je gewoon ijzersterk in zijn. Nou goed, die spelers hebben we ook. Vandaar ook dat we deze, dit systeem spelen. Maar als je dan tegen ploeg als, tegen zoals Ecuador speelt. en ook Senegal, die ook gewoon redelijk goed zijn. maar waar je kwalitatief eigenlijk beter bent. dan zie je dus dat er niet gevoetbald wordt. Ja, wat vond je van het plan B dan? Want op een gegeven moment probeerden ze natuurlijk wat dingen om te zetten. Komt ook Weghorst nog in de ploeg, inderdaad. Uh, nou, dat was niet echt een plan B. Dat waren nee. gewoon. Uh, nee. nee, dat was eigenlijk <laughs> gewoon hetzelfde. Ja, als, we zelfde plan de... A met andere spelers. Ja, um, ja, ja maar wegwassen is natuurlijk wel een ander type dan uh, Bergwijn en Gakpo. Ja, wel, maar speelde wel in dezelfde rol. En uh, ja, dan, kijk, zij kwamen niet veel. Hè, de, geen enkele uh, aanvallen kwam veel in het spel voor bij Nederland. En, en dan maakt het niet uit als je daar nou uh, wegwas neerzet. Ja, of je moet lange ballen gaan spelen. Hebben we ook niet gedaan. Dus, dus er was niet echt een plan B. Uh, ik denk, wat, wat Khalid net zegt, en daar heeft hij een heel mooi uh, 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 punt. Uh, ik denk dat het de toernooivoetbal wordt gespeeld. Ja. Het toernooivoetbal, dat we echt uh, respect voor de eigen goal, uh, vanuit die kant dicht timmeren en dan uh, hopen dat je daarin voetballende toernooi ingroeit. Want. Net, ja, net, net wat er werd gezegd, het is niet des van chaos. Het is niet uh, nee. een mooi voetbal. Het is niet attractief voetbal. Het is nou, maar niet maar, maar wat ik eigenlijk begrijp, ik, wat jij zegt, is er wordt nu gespeeld. Of dat beaam jij alsof we de onderliggende partij zijn tegen een betere tegenstander? En in dit geval zijn we, zouden we wellicht de bovenliggende partij kunnen zijn. Maar kiest van Gaal er bewust voor om in ieder geval alvast dit systeem te gaan spelen. zoals ze hier aan gewend zijn. Vooral om, 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 om kom je verder in het toernooi. kom je tegen betere tegenstanders te spelen, uh, tegen grote landen. Ja, dan is dit natuurlijk uh, voor de spelers die wij hebben, is het een goed systeem. Want dan spel je in de counter. Heb je gewoon, uh, in principe heb je dan vijf verdedigers. Hè, met twee bekjes die eroverheen knallen. Maar je hebt eigenlijk gewoon vijf verdedigers. Uh, drie middenvelders en twee, uh, twee aanvallers. Die gewoon uh, met snelheid eroverheen kunnen knallen. Maar het is niet de filosofie van Louis. Ik heb uh, van Gaal meegemaakt bij AZ. Die wil dominant zijn. Die wil de bal hebben. Er moet goed positiespel gespeeld worden. Dat kan bijna niet in het systeem waar we nu hebben gespeeld. Want dat heb je gezien. Want je hebt, eigenlijk heb je drie centrale verdedigers... die elkaar bij, vooral in de weg liepen. En dan heb je ook nog eens Frenkie de Jong. En dan heb je een Klaassen die, 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 die diep wegloopt. Uiteindelijk, wie, moet, wie zou eigenlijk de twee... Uh, vraag je aan jou. Wie zou de twee aanvallers moeten bedienen? De middenvelders zou je toch denken? Ja. Waar waren die dan? Dat geef ik net aan. Uh, hoe heet die? Uh, Frenkie de Jong zat achterin. Uh, Klaassen liep als ze de uh, verkapte nummer 9 het spelen. En, uh, en uh, Koopmeijners. Ja, die heb ja. je niet gezien. Nou. Ja, dan keer je dus niet domineren en kun je niet uh, het spel maken en dan ga je ook niks creëren want we hebben niks gecreëerd en wie is dan Gakbode eigenlijk de enige die zich een beetje aan het niveau weet te onttrekken doordat hij nu weer beslissend is ja maar dat is ook wel zo'n lekkere speler weet je die is ook snel en die is ook uh, die, die, die kan echt echt, echt nog helemaal iets, zelf iets brengen en creëren nee, als je ziet hoe hij met links inschiet is is bam heerlijk fantastisch en een bergwijn denk ik die is veel beter als die één op één komt de ruimte van de zijkant kan die naar binnen kan die naar buiten nu staat hij echt vaak tussen twee drie man in wat krijgt hij de bal? Ja, weet je, de eerste aanname is wat onwennig, weet je wel. Dan weet hij, weet hij niet waar, 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 welke kant de verdediger wegkomt. Ja, dan zie je gewoon... Die is een beetje aan het zwemmen, een beetje aan het verzuipen. Alles was een beetje onwennig, Ja, toch? dat leek het wel zo, ja. Ja, nou, ja. ja, dan ga je toch denken, waarom? Hoe kan dat? Ja, ja ik kan je wel vertellen waarom. Ja, spelers zijn dit niet gewend. Die kunnen niet... Als jij het spel moet gaan maken... In zo'n systeem moet je, heb je andere looplijnen, andere manier uh, van uh, tactisch denken, en dat is toch lastig, weet je? Want als jij al gewend bent in een ander systeem te spelen, je moet opeens een 3-5-2 of 5-3-2 gaan spelen. Ja, ik weet hoe lastig dat is, want ik maak het ook bij AZ af en toe mee, want dan wilde hij dat ook doen, en dan zag ik gewoon. Dat die jongens het niet gewend waren. En dan speelden we zo'n slechte eerste helft bij wijze van spreken. Want speelden we ook af en toe wilde hij dan met twee defensieve middenvelden spelen. Of met drie centrale achterin. En dan moest eentje doorschuiven. Maar dat liep voor geen meter. En dan schakelde hij over naar de 4-3. Die tweede helft. En dan liep het gelijk wel beter. Dus ja, ik blijf zeggen. Ik denk dat hij, uh, kijk, qua resultaat is gewoon uitstekend. Dat ja. moet ik ook wel eerlijk in zijn. Ja, we hebben eens. gewoon vier punten, twee wedstrijden. Laatste wedstrijd ze tegen Qatar. Ja. Nou, met alle respect, als je Qatar niet vindt, ja, dan uh, keer je net zo goed. Gewoon lekker gelijk naar huis. Maar ze hadden ook wel het mes kunnen lopen, toch vandaag? Ja, ja dat had het gekund, ja. maar gelukkig is dat niet het geval. Dus resu nee. uh, resultaat technisch gezien is, gewoon, is, is het, doen we het gewoon goed. Hey, en uh, Noppert, wat vond je daarvan vandaag? Ik was uh, natuurlijk, na de eerste wedstrijd werd hij redelijk geloofd uh, ja, nee, door de is, uh, weet je, datgene wat hij moest doen, moest hij doen. Uh, ook bij het doelpunt tegen, pakt hij fantastisch. Ja, hij heeft gewoon pech dat, uh, dat uh, Ake, uh, uh, Ja, dat is ook normaal eigenlijk, want een aanval is altijd sneller dan een verdediger. Dat die, verdedig, dat die aanvaller Valencia dan uh, heel snel erbij zat. Maar hij pakte die baas uitstekend. alleen bij twee momenten. Vooral met spelhervatting uh, was je toch even, uh, moet hij toch even wat sneller zijn. Het is toch een WK, hè? je speelt niet meer uh, bij of bij of En Ik weet hoe dat is, ik heb namelijk ook ervaren, als het niveau omhoog gaat, moet, je ook, <laughs> moet, moet jouw niveau ook omhoog gaan, anders uh, zo, zo wordt die keer nog geblokt en uh, valt die bal erin. Maar uh, over het algemeen heeft hij het gewoon goed gedaan, hoor. dus voor mij ook een zesje. Als uh, Nederland dit niveau vasthoudt in de rest van de toernooi, wat kunnen we dan van ze verwachten Jos? Ja, best moeilijk. Um, kijk, we moeten niet vergeten dat Ecuador heeft zeven wedstrijden lang de nul gehouden. Ja. Dus zij staan organisatorisch staan zij gewoon goed. Zij houden uh, Argentinië ook op een 1-1. Ze hebben allemaal uitslagen wat dicht bij elkaar lag. Als je het zo bekijkt. Hè, we draaien hem dan even om. We hebben niet genoeg gebracht vanuit onze Nederlandse denkwijze. We je bent wel een positief Ik om. Ja, ja ik, ik, ik zit er nog <laughs> weer lekker in. Maar. Kom op zeg. Mooi, dan heb je, je zo'n Amsterdamse negatieve link op je dan <laughs> Zuigt <Zuichel> alles eruit <laughs> <die> deze maand. Dan <laughs> heb je een positieve <laughs> Ja. Nee, maar dat is aan de andere kant. Hey, als je hem omdraait. Zij hebben het goed gedaan. Ik zei al van tevoren. Haal je hier een resultaat en een resultaat is ook gewoon een gelijk spel, dan sta je er nog steeds lekker Zeker. voor. Ja, ja 100%. Ja. Maar ze staan nu precies gelijk met Ecuador. Hè? Dus 1-1, ja. allebei 2-0 gewonnen, uh, nog één wedstrijd te gaan. Stee je voor je wordt tweede, dan kan je zo meteen Engeland tegenkomen. Ach, ja, maar kom op, je moet tegen Qatar. Qatar is denk ik, uh, tot nu toe wat ik gezien heb, is misschien de minste ploeg van alle ploegen ja. uh, op, op, op dit WK. Ja, maar we weten van Saudi-Arabië toch ook dat als zo'n ploeg gewoon een goede dag heeft, dat het iedereen heel lastig zou kunnen maken op zo'n WK. Ja, maar je moet ook niet vergissen, kijk, als jij het is nu lekker, we hebben nog wat om voor te spelen. Ja, dus wij gaan niet doorwisselen. Nou, wat ga je doen dan nu? nee je zou gewoon het niet doen. volle bak gewoon... man, het allerbeste team er weer in. en wat is het beste team dan? wat er vandaag stond? we hebben positief nee. over ook over. He. heerlijk hè? He. Oh, he. heerlijk man vrouw, ja, vrouw. Ja, vrouw. nee maar wat, wat nee, maar, wel belangrijk, want dat ga je dan nu doen, want je, uh... ik zou Malaysia erin zetten. daar wil ik meer, daar, daar verwacht ik meer energie van. He, want de, voor mij was het teken dat op een gegeven moment rolde een bal richting uh, uh, de zijlijn om uit. en ik zei al van ik zeg, ga die malen. halen. En Blind die ging er niet vol voor. Die ging voor de Terwijl op dat moment, als hij er vol voor was gegaan, had hij hem op een betere positie gehad dan dat hij de rest van de hele wedstrijd had gehad. Toen dacht ik van ja, Malaysia erin, daarvoor middenveld zou ik... Uh, um Misschien Berghuis er wel weer bij gaan doen. Ja, ik blijf wel even denken vanuit de 5-3-2 omdat Gra ik uh... in plaats van Koopmeiners. Oh nee, Gravenberch is er niet bij hè. Daar hebben we het inderdaad over <laughs> ja. vind ik ook weer een mooie, maar die had ik er zeker ja, bij. Tuurlijk tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar dit lijkt me wel een dilemma, want normaal gesproken wordt zo'n derde wedstrijd als je bijna zeker bent dat je doorgaat, vaak gebruikt om spelers rust te geven. Maar op dit moment moet je gewoon keihard werken het doelsaldo. Ja. Ja. Maar weet je wat? Zij moeten ook helemaal geen rust hebben. Nee, Zij moeten nu gewoon die Engelse weken hebben ze bam bam bam, bam achter elkaar aan in de zone komen lekkere uh, goede wedstrijden. Spelen. resultaat zit mee, dus dat kunnen we ze ook allemaal meegeven tegen de jongens. Hè? van jongens, we staan er nog goed voor, geen stress, Een paar kleine veranderingenjes en we Maar goed, je zei net rustig gaan. Dat rustig gaan heeft in het verleden heeft heeft niet in, in positieve zin al nee. gewerkt, hoor, Kan nee, ik je vertellen? Nooit. Dus het is juist beter. Ritme houden, echt, ritme. 100 procent dat je gewoon dat je voor iets moet spelen. Precies. En dat je in die ritme blijft. Ja. Alleen wat mij nogmaals heel veel zorgen baart is gewoon het spel. Kijk, ik hoop dat ze in het toernooi tegen betere tegenstanders gaan komen. En dat, dat die dan het spel gaan maken. Want ik denk dat, we dan, dat Nederland dan beter uit gaat zien. Maar op het moment dat Nederland het spel moet gaan maken met het systeem wat we nu spelen. Gaan we, gaan we het heel lastig krijgen. En Weet je wat het vervelende daarvan is? Dat de tegenstanders ook deze wedstrijd bekijken. Ja, tuurlijk. Dan weten ze ook van jongens, als we dit doen hebben ze moeite. Creëren ze weinig. Al dan ja. eigenlijk helemaal niks. Ja. En we kunnen wel eens een keer in het mes lopen. Hè? Want de corner of wat dan ook kan er zo eens een keer vliegen. Galiet, je bent uh, zaakwaarnemer. Verdient uh, John de Jong uh, achteraf een standbeeld bij PSV, denk je, of niet? Dat denk ik wel, hè? Ik bedoel, ja, uh, ik denk dat de marktwaarde van Gakbouw uh, met vandaag weer met zijn doelpunt, weer weer met een miljoentje of 10, uh, 15 omhoog is gegaan. Ja, ja. Dus wat dat betekent, Jij hebt hem uh, toch ook in de stal? Uh, ja, 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 <laughs> ja, Ik had hem wel graag. Doe even een oproep. Ja, ja, ja. Nee, ik, ik, ik ben wel eens een keer. Ik ben wel in, in het verleden ben ik uh, door een speler van mijn werk uh, geïnsinueerd over hem. En hij zegt: Nou, Galiet, ga nou achteraan ik was een beetje te laat. Ja. Dus nee, ja, maar ik alsof. zou ook eerlijk zeggen, hij zit bij Boy Kuipers en dat is ook echt een hele, hele, hele fijne vent. Oh, ik dacht dat hij bij ploegsma zat. ja, bij C, is, uh, oh, dat is bij, ja. Uh, bij, bij het kantoor. ja, precies. Ja, bij het ja. Kantoor. En, en Boy is, is dan echt uh, zijn. Uh... maar Sean uh, die heeft uitstekend werk geleverd door uh, door die jongen ook gewoon bij PSV te houden. ja. Als we even kijken naar de winterse transferperiode, zouden er op basis van dit WK bepaalde transfers kunnen gaan gebeuren? Als we kijken naar bijvoorbeeld een Gakpo, waar zou die naartoe sturen? Of een winterseerg? Ja. Nee, winter nog niet hoor. Ik denk niet dat, dat, dat PSV uh, uh, Gakpo gaat laten vertrekken in de winter. Wat ze doen nog vol mee voor het kampioenschap. Waarom zouden ze speler moeten laten vertrekken? Nou ja, als hij een goed WK speelt, is dat misschien het moment. Ja, maar heel goed, als ze als, als kampioen worden en een goed WK, dan is hij nog meer waard. Okay. Dus ik zou dat risico niet nemen. Als Ajax zijn, als je ze echt kan halen, zou je die altijd moeten halen. Zeker nu. In de vorm die ze nu steken en uh, de kwaliteit die zij uh, spreiden op het moment. Weet je, weinig creativiteit voor hen. Dan kun je ze echt zeker goed gebruiken. En een noppert? Is dit voor hem het ideale moment om, uh, om een stap te halen? Voor hem wel. Voor hem? <laughs> of voor <wil> je. Zeker. <laughs> ja, <in>? nou, ik, <laughs> ik denk dat, uh, dat De Haan, uh, de technische directeur, hè, Ferry... Veri De Haan uh, uh, lekker op zijn schoen zit hoor nu. Op dit ja, moment. Ja, die zal, ik, al, die zal aan tellen. Maar die, ja. wat vragen ze dan voor een achter of, acht of zo nu? Ja, dat weet je niet. Kijk, uh, het blijft natuurlijk een keeper. Een keeper is gewoon moeilijk verkoopbaar. Punt. De ja. positie moet net vrijkomen. Ja. En ze moeten, net, uh, ja, ze moeten jou dan in het visier hebben. Nou goed, dit is wel een uh, uitstekende podium om jezelf te kunnen laten zien. Dus wat dat betreft uh, is het voor Noppert een hele goede uh, momentum. Uh, om, uh, om lekker WK te spelen. Ja, denk ik maar eigenlijk wel. heeft zo'n Frans Hoek dan waanzinnig veel, mag, veel macht. Hè? Als hij dan zegt: we moeten voor die noppert gaan. En ja, zoals nee. in de Leeuwte ja. gewoon uh, ja, op de bank het zitten. Het had ook fout kunnen gaan. Dat ja. weet je ook. Kijk, ja. dat is dus het gevaar. Ja, met alle respect. Kijk, hij is 28. Ik, ben, ik, 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 ik was ook 29. Toen kom ik. Op, nou, ik dacht, uh, ja, zeg, ik ben ook 28. Nee, nee. Ik heb, <laughs> ja, wat, zo voel ik me wel. wel. Ja. ja. Alsof het drukt elkaar wel en elke, niet, elke dag op. En niet alleen thuis. <laughs> <laughs> nee, nee, maar ik was 29 toen ik mijn debuut maakte in de nationale ploeg. En uh, dan ben je natuurlijk wel, wel ervaren. Maar je hebt niet de internationale ervaring. En dat is wel heel cruciaal, kan ik je vertellen. hoor Dat kan wel... Dat kan op een goede manier... Voor Noppert is het op een goede manier nu uitgepakt. Maar ja, ze voor dat hij geen kletser had gemaakt de eerste wedstrijd, die heb je echt een probleem. Hm. Wat, wat zegt, zegt zo'n Van Gaal als de jongens nou de, de kleedkamer binnenkomen? Is hij tevreden, denk je? Ik denk dat hij wel positief gaat blijven. Want hij weet ook van, luister eens, kwalitatief gezien zijn we gewoon minder dan de toplanden. Ja. Dit is wel de manier, ja. als wij verder komen om van die toplanden te kunnen winnen, is op deze manier te voetballen. Ja, ik denk wel dat hij om geloof vraagt. Hoe gaat die media dit oppakken, dit... Uh... Dit gelijkspel, Jos? Nou, ik denk uh, wel dat heel veel uh, eroverheen vallen. Maar dat komt ja. ook omdat wij nog steeds de denkwijze hebben van, van uh, ja, wij moeten altijd de bovenliggende partij zijn. Ja. Maar ik denk dat Van Gaal nu gewoon eens een keer zegt van, jongens, wij zijn de bovenliggende partij niet meer. We zijn op heel veel vlakken zijn we ingehaald en op deze wijze kunnen wij het verste komen. Precies. Ik denk dat dat het een beetje ja. is, weet je. En, en, ja. en ik denk dat we daar met z'n allen mee moeten gaan. Denk je dat Bergwijn nog steeds tevreden is over zijn vorm... en daar geen problemen ziet? Bergwijn? Ja. Nou, Bergwijn die zal wel... Uh, uh, als hij naar huis belt zeggen van... ja, dit is niet helemaal mijn plek. Hè. En dan, dan zal degene aan de andere kant van de telefoon zeggen van... nou, je deed het toch best goed. Ja, ja, voor je dat? Dan zegt hij van ja... Ben je? Ik, 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 ik weet niet of die de vrouw maar... is. Nee. Hij uh... ja, kan ook zeggen wat die vrouw zegt: Ja, nee, het zag er niet heel wat, lekker uh, uit. Dramatisch. Ja. ja. Even, even... Zij, uh, Zij wat jouw vrouw zo? Zij vertelde dan zeg maar, wat op, wat op, wat een, een, op een uh, ongenuanceerde manier. <laughs> nee, een beetje meer genuanceerd <laughs> zei, zei ze wel. Ja, subtiel ja. zei ze van: uh, Ja. Wat, wat vond je ervan? <laughs> ja, <laughs> dat wist ik dan. Ja, hoe vond je het ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, zelf? Ja, uh, Galita, werd uh, gefileerd door Dries. Die vond het minachting van het publiek, hoe die zich opstelde die persconferentie. Peres vond dat wel eens wel onzin: die zei: je wordt betaald om te voetballen niet om te praten. Hoe, hoe kijk over je daarna? Ja, over Sorry. bergwijn, over een beetje dat, uh, die hele korte, korte antwoordjes op de persconferentie. Dat ja. heb jij niet gezien. Nee, ik heb het eerder. Jos, je hebt het wel gezien. Ja, ik heb ja. dat wel gezien. Kijk, nee. ik denk dan. Uh, zo'n jongen. Ik denk uiteindelijk geven iedereen een papier. Schrijf erop van wil jij graag naar de pers gaan, ja of nee. Nou, ik denk dan dat hij dan zal zeggen nee. Stuur hem er dan ook niet heen. Dan heb je wel een, een Martin de Roon die wat leuks kan vertellen of iemand anders die ik wat kan het leuk kan. Gelijk in, ja. Ja. Want eigenlijk kun je dat bij heel makkelijk oplossen. Ja, dan stuur je iemand anders. Hoe was jouw verstandhouding met de media? Altijd ja, uitstekend. Ja, als ik voor de camera moest schijnen, dan denk ik dat gewoon. Ja, of je dan verliest of vindt, ja, het hoort erbij. Maar ja, iedereen heeft een andere persoonlijkheid en ja. iedereen staat er anders in. En sommigen zijn wat bespraakter dan anderen. En uh, bij de een komt er meer uit dan de ander. ja, met andere respect, ja, ik, kan natuurlijk niet, ik weet niet hoe, uh, hoe hij is. Ik, ik ken hem wel, maar niet hoe hij, uh, hoe hij uh, met de media omgaat. Ja, dat, nee. ik dat is geen flauw idee. Nee, kijk, want ik denk uiteindelijk, hè? Uh, die media die daar komt, die komt voor een algemene hè, ja. persconferentie. Dus dan moet je er iemand neerzetten die ook echt de zin in heeft op dingen. Een beetje een type Dumfries, zeg maar. Ja, dat ja, ja. <laughs> ja, is wel zo, ja. 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 Maar, maar die zegt er dan wat over. Kijk er tegenaan, want jij, ja. jij bent journalist. Kijk, als je dan zo'n speler ziet die dan, wat je zegt, dan, heel kort af is. Want er zijn heel veel jongens die heel kort af zijn. Ja, dat kan wel heel lastig zijn, ja. 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 ja nou goed, dat maar bent. dat weet je als je dan als um, individuele uh, journalist... Iemand vraagt, hè? bijvoorbeeld Bergwijn vraagt, gewoon één op één van, joh, kan ik wat van jou uh, vragen? En je hebt één uh, interviewkans en je vraagt hem en het gaat dan mis, dan is het je eigen schuld. Ja, oké, okay, maar die, ik vind wel, die journalisten komen natuurlijk ook gewoon om hun werk te doen. En nee, klopt. jongens zijn publieke figuren. Kijk, als ze alleen maar willen voetballen, dan moeten ze ergens lekker op een uh, op het trapveldje achter gaan staan. Helemaal mee eens, uh, alleen dan was... weet je het wel. Ja. Dan weet je net van, oké. Okay. Ja, maar half Nederland zitten te kijken, die willen gewoon ja, weten van. Precies, maar dan moeten ze dus achter de schermen iemand anders neerzetten. Ja, maar wie heeft wie de zon om naar bergwijn zeg maar naar voren? Ja. Nou. Ik denk de, de perschef. Ja, dat denk ik wel. Ja, nou, de, ja, daar ja. ligt het probleem. Precies. Ja. Dat is een, ja, dat maar vind dan dan ik wel. Serveren we die af bij deze. Ja. <laughs> ja. 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 Wie, hoe heet die? Wie is dat de perschef? Dat ja, oh, Bas Tiggeler. Ja, Bas ja. 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 dat is niet uh, handig ingrepen laten we daarop houden. Oké. Okay. En wat ik me nog afvroeg, je bent nu zaakwaarnemer als is Dat is dat een fijn wereldje ja als je van uh, <laughs> als je van uh, ja we zeggen als je van wespen houdt ja als je van wespen houdt ja, nee, ja. ja als je wespenes wespen ja, ja. zeker nee, Achter elke ja, boom een struiker over ja, ja, ja. <laughs> ja. je, je kan niet rustig lekker op je stoel zitten en achterover leunen nee, dat kan niet zoals, ik, zoals wat ik nu doe je moet constant over je schouder heen kijken nee het is, uh, begeleiden is natuurlijk gewoon het leukste wat er is Weet je, je, bent, je, je, je helpt iemand, of tenminste zo ben ik dan. En je wil graag iemand helpen en, en, en echt bijdragen aan zijn carrière. Nou, dat kan uh, op twee manieren. Dat is dus, dus uh, qua contract, een goed contract van me eruit halen. Daar haal ik ook voldoening uit, want ik vind het leuk om te onderhandelen. En ik, ja, uh, wat cijfers betreft, uh, ik weet wat er verdiend wordt. Ik heb genoeg, uh, lang genoeg in Nederland gevoeld wat dat betreft. Maar het begeleiden en het echt beter maken, dat vind ik echt leuk. En dat is het leuke kant eraan. De andere kant is natuurlijk dat je te maken krijgt met heel veel uh, ja, struikrovers, zo noem ik ze bijna. En, uh, en mensen die totaal geen verstand hebben van, uh, van zaken en van voetbal. En hoe gaat dat dan? Hoe komen, die, komen dat soort struikrovers aan de spelers? Ja, uh, kantoren uh, werken op, op, op een manier waarvan je denkt: ja, luister eens, uh, dat is niet uh, helemaal koosjes. Maar dat weet iedereen. Ja. Ik bedoel, uh, het is het publiek geheim. Kijk, en uh, als jij uh, daarin integer en correct wil blijven, ja, dan zal het wat langer duren voordat je misschien succes hebt. Je moet echt uh, bijna van de straat zijn en uh, alles uit de kast halen om, om spelers binnen te halen. Want ja, uh, tegenwoordig uh, heb je zoveel concurrentie. En iedereen haalt alles uit de kast om, om, om zo'n speler maar uh, zijn, uh, naar hem toe te kunnen krijgen. Merkte jij dat ook dat er opeens veel meer mensen bij je aanklopten toen je bij Southampton en zat als bij Celtic dan bij uh, Kapfenberger SV? Ah, die, die allemaal <laughs> ja, die slaan dan wat DM's. <laughs> nou ja, kijk, weet je, ik denk ook dat er een soort van omslag is bij de spelers. <kijkt> kijk, spelers gaan ook sneller winkelen. Ja, ik heb mijn, uh, veel mijn hele. Ja, Heel En dat is wel jammer hoor, want uh, vertrouw nou op één iemand, vertrouw op zijn visie, maar. Wissel dat niet de hele tijd want dan wissel je ook steeds van visie en dan, zit je, dan word je echt veel meer handelswaar en als je nou echt eens een keer de tijd neemt, je gaat met iemand zitten, je weet dat die het beste voor heeft, uh, die steekt zijn tijd in je, die is met, bezig met je ontwikkeling en je maakt samen een pad van jongen we gaan dit, dit en dit en dit gaan we bewerkstelligen. Maar dat maakt het ook zo moeilijk want daardoor ja, maar... ben je eigenlijk die zilververloop met Brian Brobby ook misgelopen toch? Uh, nou goed, die, heeft, die heb ik vier jaar begeleid, inderdaad. Ja. Zo kun je het wel stellen. Maar goed, jij zelf als speler, ik, heb ook als, ik ben ook speler geweest. Ik heb in mijn carrière heb ik twee zaakwaarnemers gehad. Tegenwoordig zijn ze 21 jaar en hebben ze al drie, vier zaakwaarnemers gehad bij wijze van spreken. Ik denk dat als je kijkt gemiddeld, op 20-jarige leeftijd, 21 heb ze al twee zaakwaarnemers gehad. Dat is best wel uh, 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 ja. veel. Dat is veel. Ja. Want, ja je, kijk, je moet niet vergeten. Uh, je kan met zo'n jongen een, een tweejarig contract afsluiten. Dus betekent, je gaat twee jaar met hem werken, maar na twee jaar kan, loopt hij zo weg bij je. En dan heb je twee jaar hard gewerkt voor, voor Noppes. En wat is dan de reden waarom een speler bij een zaakwaarnemer blijft? Is dat de naam, zoals dat Mino Raiola bijvoorbeeld... Uh... Ja, onder andere. Veel spelers kiezen daarvoor. Die kiezen de, puur alleen omdat, uh, omdat het groot kantoor is, bij wijze van. Of omdat het een grote agent is, een grote naam heeft. Maar die kijken niet naar, naar, het echt, naar het begeleiden die ze op dat moment nodig hebben. Want laten we eerlijk wezen. Een speler, kijk, ik heb zaakwaarnemers zijn, is anders dan begeleiden. En ik vind tot 21 nou, laten we zeggen 21, 22 jaar, heeft een speler een begeleider nodig. Weet je, want die stap is gewoon het moeilijkst voor, voor, uh, voor spelers om te maken, om dan naar een bepaald niveau te gaan. Daarna heb je zaakwaarnemer nodig, want dan heb, hoef je, heb je eigenlijk geen omkijken naar de speler redelijk volwassen. En dan gaat het alleen om contract en, en onderhoud van de relatie. Je gaat natuurlijk met eten met hem. Maar tussen 18 en 21, daar vallen de meeste spelers af procedureel gezien. Ja. Dat betekent dus, daarin heb je geen zaakwaarnemer nodig, dan heb je een begeleider nodig, iemand die je uh, steunt, die je advies geeft, die je bij clubs gaat praten om eerlijk te... is, die eerlijk is. Maar de loyaliteit van de spelers is ver te zoeken. Ja, of? ja. Nee, ga je, daar ga ik gewoon eerlijk over zijn. Dat is zeker ver te zoeken. Maar hoor je het, hoor je het, overal. Het wordt, het wordt steeds lastiger. Ja. En uh, dat betekent dus dat je dus als zaakwaarnemer je steeds meer trucjes uit moet gaan halen en ja dat wil je helemaal niet je nou, wat zijn dat dan trucjes is dat dan de familie paaien met, met een ja, beetje zwart geld ja, en uh, dat soort dingen nou, zwart geld wil de huur betalen het gaat allemaal gewoon <laughs> zwart hè. geld wil ik niet zeggen maar ja je, ja je, wel paaien je gaat spelers dus moet je paaien want anders komt de speling naar je toe heel simpel en dat gebeurt en, 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 en wie doet dat en dan zeg je ja luister dus er zijn zoveel uh, ja journalisten noemen dat dan die noemen dat, er zijn zoveel uh, ja uh, Gelukszoekers. Maar dat zijn vaak niet de gelukszoekers die dat doen. Want die hebben het geld niet. Het zijn vaak juist de grote kantoren die dat, die dat doen. Weet je, om die spelers naar zich toe te trekken. En dan, en ik, en, 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 en dan verbaas ik me altijd. Want dan denk ik, ja, mensen, eigenlijk zou je juist moeten weten. Het, is, het zijn niet vaak de kleine visjes die dit doen. Het zijn de grote vissen. En daar, die moeten juist het voorbeeld geven. om, om correct te zijn, ja. transparant te zijn. Maar zij kunnen dat ook doen. Weet je, zij hebben de zender ervoor. En, maar, maar wat je dan. Zodra je daarvoor geld hebt gekregen, dan word je ook handelswaar, want dat geld moet terug. Ja. Dat is een investering. Maar hoe ging dat in jouw tijd dan, Jos? Want jij hebt natuurlijk ook behoorlijk kunnen harken op een gegeven moment toen je naar de Premier League eh, promoveerde. Deze, zeker, <laughs> ja, daar heb je het over. Ja, dit hè? zwemmen, zwemmen op deze manier. Ja. Ja. Maar ik bedoel, kloppen er dan allerlei lui bij je aan met allerlei verhalen? Of hoe ging dat? Ik, ik heb altijd um, samengewerkt met Alex Kroes. Altijd. En altijd. Allo. Allo. Allo, ja. Maar je bent wel ja. toch, of zo, of werd wel eens gebeld toch uh, of zo? Ik werd wel eens ja tuurlijk. Jullie. En dan kreeg van die mandaat, weet <laughs> je wel. Maar dan belde ik altijd Lexie op. Zeg ik Lexi, dit is vooral. Ja. Hij zegt, Jos jongen, als die wat regelt, regelen we het dan. Hij kwam nooit vooruit. Hm. Maar, maar altijd, als er wat was, belde ik Lexi. Zei hij, geen stress. Dan heb ik geen stress. Gebeurde het wel. Terug naar het WK. Uh, we zijn een eindig eindje onderweg. Wie valt er enorm tegen? Oh. Uh, ja. Hey, hey. <laughs> ik ja, Ik weet waar jij op doelt. Ik weet waar jij op doelt. Duitsland. Ja. <laughs> nou, ik zat best kijken, die moet dan nou tegen Spanje. Dat ja. maar zo afgelopen zijn, denk ik. Ik weet nog. maar er is geen land gemist hoor. Ik weet niet of je Argentië uh, zo die rang hebt gekeken. Ja, heb, gekeken. Hey, heb Ik een kleine stukje. Oh, ja. <laughs> ja. Die viel ja. ook zwaar tegen hoor. Ja. Dat zei tot u, in mijn oog is dat uh, de ploeg die, uh, die het minst uh, heeft geleverd. Ja. ja, maar weet je, dat vind ik wel mooi en we het daarvoor die tijd over, over de Rudiger. Geweldige speler. <laughs> Super. Centrale verdediger. Die centrale verdediger. Allemaal, allemaal gek toch? die. Echt waar, knettergek niet luid <laughs> Wat ik dan, hè? dan gaat hij dat loopje doen. Staat hij 1-0, staat hij voor. Ja. Dan gaat hij dat loopje doen. Gaat hij er daarna met 2-1 af. Als ik Japan was, liep ik nu nog zo. <laughs> Ging ik zo een warm op doen op training, weet je wel? Dat vind ik dan ergens heerlijk. En dan vooral omdat het dan bij Duitsland gebeurt, vind ik dat heerlijk. Zondag zit je er ook, dan uh, voor de wedstrijd uh, van Marokko tegen ja. België. Wat, uh, wat is je mening over Marokko op dit moment? Nou goed, ze hebben een uitstekend punt gehaald tegen Kroatië. Kijk, dat is ook weer dan uh, het nationalisme van voor Marokkanen vooral. Tegen Kroatië, ja precies. Ja, nee, wij Marokkanen die verwachten heel veel van Marokko. En ik trouwens ook, want ja, ik ben ook uh, nationalistisch. En ik verwacht ook heel veel van Nederland. Ja, ik hou ook van Nederland. Maar... Als je kijkt naar de Marokkaanse kwaliteit en de Marokkaanse ploeg en individueel de spelers moet beoordelen en dat en dan neerlegt naast Kroatië en naast België, zijn die ploegen gewoon twee klassen beter. Je moet er gewoon eerlijk in zijn. Ondanks dat ik graag wil dat Marokko... <laughs> ja. en, maar als je kijkt dus naar, uh, naar het Marokkaans publiek, iedereen verwacht van luister eens, wij moeten de volgende ronde halen. En ik zo, op basis waarvan? Als je kijkt naar de spelers waar ze waar die spelen, of het nou Modric is bij Madrid of uh, Kovacic, volgens ja. mij heb je ook nog. Je over. Hebt, ja, je hebt, je hebt zoveel goede spelers heb je. en dan haal je uitstekend uit de staat Maar als je dan de, de, de commentaren hoort over uh, dat ze niet tevreden zijn, dan denk ik, ja, realiteitszin is ook een beetje ver te zoeken. Nationalisme borrelt dan echt op, terwijl je eigenlijk gewoon heel zakelijk moet kijken naar de kwaliteit van de spelers. Ze hebben uitstekend resultaat gehad. Als ze tegen België weer gelijk spelen, heb je weer een fantastisch resultaat gehad. Dan heb je de laatste wedstrijd tegen Canada, alles of niets. En dan, als, als ze die dan winnen, ja, dan, je, dan is het een verrassing. Want uh, België, Kroatië, Marokko en Canada, in mijn ogen zit de sterkste, uh, de sterkste pool van allemaal. Nederlander oh, is niet. alleen nog uh, Qatar. Huh? Wat, uh, wat verwacht je daarvan? Qatar. Ja, ja Qatar is. is... De moeilijkste ploeg uit de pool. Pas op. Nee, maar de moeilijkste... nou even af, alsjeblieft. Moeilijkste ploeg uit de pool. Moeten de sterkste opstelling, volle bak, 3-0 maken? Dat moet er gewoon. Want stel je voor: Ecuador wint. Ja, maar vraag je. We gaan nu tegen Qatar hè? met uh, Nederland. Gaat hij weer met drie centrale verdedigers spelen? <laughs> ja, zeg maar. Het is niet, niet uit te sluiten. Als hij dit systeem heilig verlaat heeft en hij wil niet ja, wisselen. Ja. 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 Begrijp je? Want eventjes, laten we eventjes kort vooruitblikken. Dat is misschien een beetje jinxen, maar uh, de volgende tegenstander is dan dus Iran, Wales, uh, de Verenigde Staten of Engeland. Ik denk dat we Engeland, die zouden maar zo nummer 1 kunnen worden in de pool, dat we die willen mijden um, van die andere drie. Nou, ik vind uh, uh, de Verenigde Staten ook altijd een hele lastige... Haaien, ja. De hele taaien, die luiden heel zijn... sterk. Zo, dat bedoel sterk. ik. Precies dat. Die gaan 90 minuten lang, ja. hoor. gaan ze gewoon. Daar. Ja, die gaan uh, volle dat bak. Lastig, hoor. Dat zul je straks ook zien. Dat is Engeland. geen fijne tegenstander. Ik nee. zeg net: uh, het systeem wat wij met Nederland speelt, is dat geen, zal het geen fijne tegenstander zijn. Nee. Een beetje vergelijkbaar met Ecuador. M maar Iran, die ging ook hoor. Ja, maar toch denk ik dat, dat, dat ze niet de, de kwaliteit hebben om, om het nee. Nederland moeilijk te maken. Ik denk dat, Canada, dat de Verenigde Staten het nog wel heeft. Yeah. Je hebt nog wel een paar spelers yeah. die het verschil kunnen maken, maar Iran niet. Ik denk, uh, maar nogmaals, tegen kleinere ploegen denk ik dat Nederland meer, meer moeite zal hebben dan tegen een grote ploeg. Goed, we gaan het meemaken. Ja. Volgende week tegen Qatar. Jongens, dankjewel voor jullie analyses. Dit was Leeuwen voor deze keer. Zondag zijn we er weer. En dan is Galicia nu er weer bij. Samen met Ali Boussabon voor de wedstrijd Marokko tegen België.